Yo knijs, welkom bij een nieuwe video van mijn YouTube kanaal. Ik ben Canarold en dat wisten jullie al, want anders zijn jullie ook niet op deze video geklikt. Ten eerste wil ik beginnen met abonneer en like even deze video voordat je de rest van de video gaat kijken. Ik wil eerst beginnen met de ding over hoe groot ik ben op YouTube qua views. Eigenlijk qua bereik van de views. De meeste mensen die naar me kijken komen niet uit Nederland, maar Verenigde Staten. Wat? Gasten, ik spreek geen Engels in mijn video's. Eigenlijk bijna geen Engels. De tweede die op de lijst staat is India. De derde is Verenigd Koninkrijk. Vierde is Mexico. En vijfde, ja, je zou het niet verwachten, dat is Argentinië. Nederland staat daar onderaan. Ik weet niet precies hoe ver daar onderaan in de lijst, maar best wel laag, kan ik je zeggen. Want dan pak ik even de bereik even bij van hoe groot ik ben qua views wat ik word bekeken. En dat is even kijken, want je zou het niet verwachten, want het is Verenigd Koninkrijk met hier het 20%. Met India, dat is 19,7%, afgerond 20%. Verenigd, oh ja, en daar heb ik Mexico, nou dat is even kijken, 3,5%. Argentinië, 2,2%. Brazilië, die staat er ook tussen. Dat is namelijk 0,9. By the way, hetzelfde voor Italië. Ik snap niet wat Italië namelijk met mijn video's te maken heeft, maar toch. Nederland, 0,5%. Servië, 0,4%. En dan helemaal onderaan staat Bangladesh. Trouwens ook met Australië, Guatemala en België. Geen haat naar België. België is gewoon een leuk land. Ik ben er trouwens doorheen gereden toen ik naar Frankrijk ging. Rusland kijkt ook naar mijn video's. Dik shoutouts naar hun drank. Maar het is geen land voor nu. Daarom staat hij ook op 0,2% van het kijken naar mijn video's. Duitsland staat trouwens wat tussen. Die staat hoger dan Rusland. Die staat op 0,3%. Maar de meest bekeken is toch wel Amerika die naar me kijkt. En echt, het is wel grappig. Je ziet het eigenlijk niet zo snel bij mij verwachten. En mensen, abonneer nou even. Want 99% van de mensen die naar mijn video's kijken zijn niet geabonneerd. En echt maar 1% van jullie is wel geabonneerd. Dikke shoutouts naar jullie. En echt, de gemiddelde prestatie dat naar me kijkt is toch wel 16,6%. Dat is al best wel veel. Ik had meer verwacht eigenlijk. Dus mensen, abonneer even gewoon. Zou ik leuk vinden. Want we gaan al richting de 250 abonnees al. Moet je nagaan. Want we zitten nog maar op 218, dat ik weet.
wanneer deze video trouwens online staat, is het al meer, denk ik. Weet niet. En niet volgende week, maar de week daarop ga ik weer streamen, mensen. Maar voor nu even snel tussendoor. Ik ga morgen geheel toevallig voor het eerst bij de Mac 's avonds werken. Voor de OG-kijkers, die weten dat ik ook 's avonds bij de Mac werk. Nou ja, overdag bij de Mac werk. Maar ik ga nu ook 's avonds werken. Wanneer jullie deze video te gewoon zien, werk ik al, waarschijnlijk tegen die tijd al, bij de Mac 's avonds. En ik kan je wel al zeggen, ik maak video's eigenlijk puur voor fun, als content en eigenlijk als een hobby. Misschien ooit in de toekomst wordt dat mijn werk, I guess. En dan ga ik hierbij ook de video afsluiten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Adios.